Dag dames en heren, Nederland is Europees voetbalkampioen en dat willen we met z'n allen weten. Dat willen we weten van München tot overal in Nederland. We zullen proberen om u in de wirwar van allerlei geluidslijnen die van München naar Nederland komen en van in Nederland zelf, dat we u een redelijk beeld kunnen schetsen van wat er gebeurt. De eerste krant is ter redactie gekomen, keurig van het Utrecht Nieuwsblad. Ze hebben een speciale krant al vanavond en ik denk dat iedereen probeert van alles. Ik weet in ieder geval dat Kees me niet kan horen, vandaar dat ik het maar zo moet doen. Kees Jansma in München, het verhaal van de afgelopen uren. Goedenavond vanuit München, nog eenmaal München, waar het vandaag, dat zal u duidelijk zijn, een geweldig gekkenhuis is geweest na die wedstrijd tussen Nederland en Rusland en na die geweldige winst van het Nederlands elftal en het behaalde Europees kampioenschap. Op dit moment zijn er duizenden Nederlanders per auto op weg terug naar huis om morgen de huldiging van het Nederlands elftal te kunnen bijwonen. Ik zei duizenden Nederlanders zijn op weg terug, maar er zijn ook nog steeds Nederlanders aanwezig hier in München. Die hebben de wedstrijd ofwel of niet gezien en die hebben zich uitgeput langs de kant van de weg neergelegd om uit te rusten van alles wat ze vandaag al dan niet hebben meegemaakt. Daar liggen ze, de oranje supporters. Er waren erbij die in slaap zijn gevallen na een hele lange reis vannacht en geen kaartje konden bemachtigen. De wedstrijd hebben gevolgd via hun Duitse autoradio en na afloop van uitputting in slaap zijn gevallen. 5000 Nederlanders zijn uiteindelijk buiten het stadion gebleven, is het officiële cijfer. Maar die mensen hebben zich allemaal keurig gedragen, het zij uit pure uitputting, het zij gewoon uit feestvreugde. Want ze hebben toch ook via het gejuich uit het stadion gehoord hoe het daar toe ging. Nederlanders na Nederland-Rusland in hun slaapzakken. Wachtend op hun terugreis, die per auto toch al gauw 12 uur duurt. Geen kaartje, wel de uitslag gehoord. Toch tevreden, in diepe, diepe rust. Camera of geen camera, ze blijven gewoon doorslapen. Sommigen hebben 500 mark betaald voor hun kaartje. Maar de meesten juichten zo toen wij München verlieten om hier naar dit hotel toe te komen. Iedereen is hier om even serieus terug te blikken op datgene wat er vandaag is gebeurd. Naast me zit meneer Michels. Aan het einde van zijn krachten neem ik zo langzamerhand aan met dit soort gesprekken. Maar u wilde toch de gelegenheid te baat nemen om deze mensen nog iets toe te voegen. Ja, we zijn natuurlijk verschrikkelijk onder de indruk geraakt wat wij met het voetballen teweeg hebben gebracht. Je moet niet vergeten dat wij maar steeds geïsoleerd leven en proberen de mensen zoveel mogelijk van ons af te houden. Maar je wordt door steeds weer geconfronteerd met de verhalen en de beelden. En uiteindelijk in de stadions met de gigantische menigtes supporters en fans die er één festijn van maken. En ik kan me dus herinneren dat ik in april, april was na de loting, in Zeist op een gegeven moment geconfronteerd werd met een gigantisch spandoek. En dat opende dan de campagne voor Duitsland. En daar stond in het midden een heel groot hart. Dat dan het symbool van de liefde was. En daar stond voor I love, het symbool dus, oranje. Zoals te doen gebruikelijk moest ik weer eens een keer op de foto. Men meende dus dat ik daarmee op het verevigd moest worden. Het deed me op dat moment allemaal niet zoveel. Ik vond het nogal een beetje overtrokken, die hele geschiedenis. Uiteindelijk zijn we er zelf schuldig aan geraakt dat we het symbool tot leven hebben gebracht. Want als er nou toch ooit blijken is van dat men oranje van oranje houdt. En met oranje wordt dan bedoeld alles wat het Nederlands elftal betreft. Dan is het toch wel in deze dagen geweest, in deze weken geweest. Waarbij dus steeds maar weer als ik in een stadion kwam, ik mijn ogen niet konden geloven dat zoveel mensen toch weer al die moeite hadden genomen om naar een stadion te komen. En dan voel je je dus ook vreselijk verplicht om daar wat voor terug te doen. En ik had altijd maar de angst dat we daar niet in zouden slagen. Nog niet eens zozeer voor jezelf en voor je spelers, omdat je je daar helemaal op voorbereidt. Maar vooral voor deze mensen, menigstens, die dan dus de blijheid uitstraalden als het goed ging. En ik kan alleen maar, behalve van mijn persoonlijke genoegdoening, kan ik alleen maar zeggen voor deze mensen,
heeft dit elftal dus alles gedaan om niet alleen te winnen, maar ook nog zo goed mogelijk voetbal te spelen. En ik dacht dus wat deze jongens op de mat gebracht hebben, dat wat ik toen in april op dat doek gezien heb en waar ik eigenlijk geen binding meer heb, dat ik me daar helemaal achter kan stellen. I love Oranje. Uitstekend. Ik stel even een brief persoonlijke vraag. Heeft u het cadeau om van de spelers? Jawel. Ja, dat hebben de spelers u gegeven en daar stond een inscriptie in. Ja, mag best gezien worden. Ik heb het al verzekerd, toch? U heeft het al verzekerd ook.